Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Theo de Wit, emeritus hoogleraar sociale en politieke filosofie. Theo, welkom. Dank je. Ja, wij gaan het dadelijk hebben over een retraite van een week die wij samen gaan doen in Frankrijk. Waar mensen zich ook voor in kunnen schrijven. Daarin staat ook politieke filosofie neemt een belangrijke plaats in. En daar gaan we het dadelijk even over hebben. We gaan het nu eerst beginnen met toch de thematiek die denk ik op dit moment heel urgent is. We zien op televisie beelden van gigantische migratiestromen in Amerika. Het is een centraal thema aan het worden in de verkiezingen. We weten dat bij ons het ook een heel belangrijk onderwerp is geweest de afgelopen verkiezingen. Je hoort er eigenlijk ook voortdurend over. Migratie, de vluchteling en dan ook de vraag naar het huis of het thuis, de heimat. Je hebt daar de laatste jaren een aantal keer over gepubliceerd. Je houdt binnenkort ook een lezing die ik inmiddels al heb mogen inzien. En het is natuurlijk toch een precair thema, heimat. Je krijgt meteen associaties, misschien ook in een verkeerde richting. Dus laten we eens beginnen, want jij voelt toch de noodzaak om daarover te spreken. Het is niet dat je het afwijst, maar met alle ambivalenties adresseer je het eigenlijk. Hè? Ja. Dus, maar misschien toch dat begin, heimat. Waarom? Ja, misschien kan ik beginnen met de detail. Ja, wat ik eigenlijk prima. Vanochtend nog weer meemaakte toen ik in Utrecht naar het station fietste. Mm-hmm. Dan zie je her en der in Utrecht, ook in mijn wijk, zie je plakaten met Peace Now. Ja. Ik denk ook hier in Leiden. Ja. Ja. Dan zie je dus die vredesduif, ja. Peace Now. Nou. Kun je niet tegen zijn, hè? Precies. Peace Now. Nou, Peace Now. Ongetwijfeld is dat bedoeld als een soort protest tegen wat in Gaza nu gebeurt. Ja. Volkomen terecht ook. Mm-hmm. Maar ik had ook een andere associatie. En die is wat wantrouwiger. Mm-hmm. En die is, kijk, peace now op je raam zetten naar buiten toe is natuurlijk een soort boodschap. Maar het kan ook betekenen, val ons niet lastig met jullie oorlogen. Mm-hmm. Dan krijg je een hele andere betekenis ja. van peace now. Hè? Dus, nou, nu kappen tegen de ja, maar ook val ons burgers ja. niet lastig ja. met de wereldwijde commotie. Hè? Natuurlijk allereerst Gaza, volgens Oekraïne. Ja. Wij willen vreedzaam met rust gelaten worden. Dan heeft het een andere betekenis mm-hmm. die veel meer aansluit. Ik zou bijna zeggen ook bij het resultaat van de laatste verkiezingen. Mm-hmm. In welke zin? Nou, ik zie de laatste verkiezingen misschien een beetje ongewoon. Toch als een soort contractie. Een samentrekking mm-hmm. van het kiezersvolk om inderdaad, dan komen we langzaam bij het begrip heimat, bij een zekere veilige enclave die Nederland vandaag nog steeds is. Met alle mitsen en maren die er intussen aan toe kunt voegen, want je kunt bijna geen krant lezen of je hoort over versterking van onze defensie enzovoorts. Ja. We moeten ons voorbereiden op turbulente jaren of zelfs op oorlog gooien. Af en toe ja, mensen een omschakelen op een oorlogseconomie. Precies, ja. dat soort dingen. Nou, die verkiezingsuitslag is een naar binnen keren, mm-hmm. Naar mijn inschatting. Hè, eerder dan, wat sommige mensen dan zien, een soort van uiteindelijk naar buiten komen van een racistisch Nederland. Ja. Ook dat lees je natuurlijk. Ja. Ik denk eerder, nou, dat is wel grappig dat je het zegt, want ik heb natuurlijk zelf die notie van porositeit geïntroduceerd in het kader van de vraag ook naar de overheid. Nou, de grens is natuurlijk bij uitstek daar het thema van
laten we zeggen, van aan- of afwezigheid ook van porositeit. Je kan zeggen poreuze grenzen. Ja. Dat is wat we voor een deel ook zien. Ja. Ergens, het, je zegt, dus het is een soort contractie. Dus dat is ook de behoefte aan begrenzing, zou je kunnen zeggen. Ja, maar afgrenzing. Afgrenzing. Maar tegelijkertijd denk ik ook, een ander aspect, wat het onbehagen of de zorg of de vervreemding of het thema van alsof het binnenin ook al niet meer helemaal op orde is. Ja. Zoiets. Ja, je bedoelt in onze eigen ruimte. Ja, in onze eigen ruimte. Ja, ja, natuurlijk, ja. Want ik denk dat geldt ook voor de Verenigde Staten. Maar het is het samenspel dat die beweging van buiten zo bedreigend wordt. Omdat je binnen ook niet meer echt stevig staat. Ja. Hè? Ja, er is natuurlijk ontzettend veel turbulentie. Hè? Jij hebt het zelf in je boek over verkiezingen lijken een zwermachtige bedoeling. Ja. Nou, de laatste twee verkiezingen zijn een voorbeeld bij uitstek daarvan. Ja. We hadden eerst een enorme overwinning van de BBB. Ja. En het duurde niet lang of die partij was alweer gereduceerd tot 7 of 8 zetels. Ja. Nou, nu hebben we die enorme zwermachtige overwinning van de PVV. Ja. Dus ja, turbulentie, instabiliteit is troef in Nederland. Ja. Kiezers zijn op drift op allerlei manieren. En dat geeft natuurlijk ook een soort gevoel van, wat is eigenlijk, wat willen we eigenlijk nog met de politiek? Ja, ja, zeker. Welke kant gaan we op? En ook dat zou je kunnen verbinden met toch dat rare begrip Heimat. Hè, waar ik een paar jaar geleden, ik denk toch al een jaar of 5 geleden ook al, 2019 was het. Ja, opgeschreven heb. Om een beetje voor mezelf helder te maken, wat is eigenlijk het verschil tussen patriotisme en nationalisme? Ja, heel belangrijk. We hebben het hier trouwens een jaar geleden ook uitvoerig over gehad. In mijn pleidooi voor patriotisme. Ja. Maar jij zet dat eigenlijk ook neer in die tekst. Ja. Nee, dat is eigenlijk, het is een beetje een zoektocht. Ja. Kun je die twee eigenlijk scheiden? Of is het toch, zoals ik aan het eind van die tekst zeg, een soort verglijding van patriotisme naar nationalisme. Hè? Terwijl je tegelijkertijd bij steeds meer denkers toch ziet dat zij een zekere vorm van patriotisme nodig achten voor de cohesie van een samenleving. Ja. Het wordt heel verschillend ingevuld. En sommigen zijn ronduit dubieus, want soms gaat het in de richting van etnische homogeniteit en dat soort dingen. Maar ook waar dat niet gebeurt, ik denk bijvoorbeeld aan een auteur zoals Charles Taylor. Ja. Die heeft het eerder over een soort trots op je wetten, trots op je grondwet. Ja. Op de cohesie die dat geeft, de beweging die dat ook mogelijk maakt in de samenleving. Samengaan met pluralisme. Maar tegelijkertijd noemen ze ook dat patriotisme. Ja, ja, misschien laten we dat eens even uitpakken. Ook voor de kijkers die niet helemaal thuis zijn in het jargon. Ja. Je kan zeggen dat zeker vanaf de jaren 80. Eigenlijk in de uitloper van de jaren 60. Eigenlijk dat liberalisme een hele dominante stroming is geworden. Ja. Bijna alle partijen hebben zich daar op een bepaalde manier toe bekend. En dat liberalisme is niet meer zozeer, althans de vorm die het heeft aangenomen, niet meer zozeer die nationale staat het vertrekpunt of hooguit in een faciliterende zin dat die nationale staat bepaalde vrijheden van jou gaat garanderen. Ja. Dat is een jouw werk, ik denk de rode lijn in jouw werk, is dat je eigenlijk ook die opvatting van politiek en van recht eigenlijk heb geproblematiseerd. Hè? Ja. Niet dat je daar tegen. We zijn denk ik allemaal voor rechten van individuen. Ja. Maar er zit een schaduwzijde aan die benadering van de sociaal-politieke werkelijkheid. Misschien kun je dat, en van daaruit even die spanning met Heimat. Hè? Want ook voor de kijker, het lijkt zich. En ergens is de notie Heimat verdacht geworden. En dat is precies omdat die ook indruist tegen dat idee van wat wij nu hebben van liberalisme. Ja,
Ja, zonder meer. Want wij zijn eigenlijk gewend geraakt om politiek sowieso op te vatten als een soort contract tussen individuen. Ja. Ook daarom heeft trouwens de naam van Pieter Omtzigt's partij mij enigszins verbaasd. Ja, hij heeft mij ook verbaasd. Ja. En ik dacht ook van, eigenlijk is dat niet precies wat hij voorstaat. Nee. Want contract is nu juist... Het heel liberale benadering. Het liberaal idee van een samenleving. Dat is dus contract tussen individuen. Nou, zoals we allemaal weten, contracten kun je ook opzeggen. Ja. Vandaar dat je nu ook mensen hebt die noemen zich opnieuw autonomen. Of zelfs soevereinen. Ik weet niet of je dat... Ja, zeker. Ja. Ja. Hè? Die zeggen, ik stop ermee. Ik betaal ook geen belasting meer. Ja. Ik haak af. Niet alleen feitelijk, maar ook bijna juridisch. Ik wens geen burger meer te zijn. Ja. Ik doe mijn eigen ding. Ja. Hè? Dus dat heeft toch iets te maken met het idee van een contract. Ja. Nou, dat eenzijdig is, daar zijn heel wat auteurs, en echt niet alleen conservatieve auteurs, intussen van overtuigd. Ja. Daar is iets meer mogelijk dan dat. En ook een iets diepere binding. Ja. Dan alleen maar dat contractuele sociaal contract. Wat natuurlijk een lange traditie heeft in de politieke filosofie vanaf Thomas Hobbes. Ja. Sommigen zeggen zelfs al eerder. Ja, maar bij Hobbes begint het. En dat is natuurlijk een vreemd contract. Want het is het contract waarin je juist de autonomie opgeeft. Hè? Ja. Dat is een soort, ik zal niet zeggen een euthanasie. Maar de persoon ziet af juist. Van zijn een heel vreemde. En krijgt veiligheid terug. Ja, je krijgt dus. Het is een ruil tussen bescherming en veiligheid. Ja, dat is eigenlijk bij Hobbes. Ja. Maar er zit ook een heel ander raar aspect bij Hobbes. Wat eigenlijk ook op een bepaalde manier gek genoeg weer actueel is. Bij Hobbes is, als je zegt, ik gehoorzaam in ruil voor mijn veiligheid, dan heeft dat ook een grens. Zodra de staat mij niet meer kan beschermen, ben ik niet meer gehouden aan dat contract. Ja. Ja. Dat wil zeggen, en Hobbes trekt die consequentie gewoon totaal door. In die zin is het ook een geweldig consequent verhaal. Hij zegt, oké, dat betekent dus dat ik hoef me niet te laten doden in de oorlog. Ik kan mij onttrekken aan de oorlog. Dus als de soevereiniteit zelf op het spel staat, in de zin van het land worden aangevallen, dan ben ik gerechtigd om mij te onttrekken aan de oorlog. Dus eigenlijk wordt een soort nieuw soort, noem het maar, gebrek aan moed. Mm. Wat een hele lange traditie heeft, natuurlijk begint al bij Aristoteles en eerder. Ja. Ja. Wordt eigenlijk verlaten ten gunste van het pure zelfbehoud bij Hobbes. En dat is natuurlijk ook een traditie van het liberalisme. Ja, dat uiteindelijk, als het zelfbehoud niet kan worden gegarandeerd, ben ik niet gehouden aan het sociaal contract of politieke contract. Ja. Nou, iemand als Carl Schmitt, we hebben het al eerder over gehad hier, gaat daar tegenin. Hoewel hij zich tegelijkertijd op Hobbes beroept. Want Schmitt die zegt, we hebben wel degelijke situaties waarin ook het offer van het leven noodzakelijk is. Ja. Nou, dan hoeven we natuurlijk vandaag alleen naar Oekraïne te krijgen. Daar sterven elke dag. Ja, en vanuit de Aristotelische traditie spreekt dat in die zin voor zich, dat eigenlijk de liefde de grondslag wordt voor de precies. polis. Ja. Dus de bereidheid tot het offer ligt daar eigenlijk in besloten. Ja. En zoals dat ouders ook voor hun kinderen bereid zijn zichzelf op te offeren. Precies. Dat is een, dus, maar die liberale notie die staat eigenlijk op gespannen voet met dat soort ideeën. Hè? Het contract, als het mij niks oplevert. Ja. Hè? Of het heel ongunstig is, dan wil ik daar vanaf kunnen zien. Hè? Ja. Ja, dus natuurlijk, ik weet ook het liberalisme is een brede traditie. Ja, dus daar zijn ook zeker. Allerlei nuances. Nee, allerlei nuances. Er zijn ook vormen van liberalisme die dit wel eigenlijk meenemen. Maar zeker die traditie die bij ons na de Tweede Wereldoorlog heel dominant is geworden. Ja, maar dat is heel belangrijk, Hè, die eigenlijk bijna pacifistisch was. Ja. Hè, vandaar dat ik ook begon met die Peace Now. Ja. Want dat is eigenlijk ook een boodschap. Wij zijn pacifist geworden, sorry. Ja. Hè, wij zijn, val ons niet lastig met een oorlog. Nou, Jesaja Berlin bijvoorbeeld heeft het negatieve vrijheidsidee verdedigd. Tot de dag van vandaag zie je dat
ook bij liberale partijen heel krachtig wordt. Dat betekent eigenlijk niks anders dan ik wil een domein, liefst zo groot mogelijk, waarbinnen ik kan doen wat ik wil. Ondernemingen stichten, mezelf ontplooien, emancipatie enzovoort. Dat hele gebied. Het past dus ook perfect bij, laten we zeggen, een proces van globalisering waarin die natiestaat terugtreedt. Ja. En eigenlijk de sfeer van het economische ruim baan geeft. Ja, ja. En Nederland is natuurlijk bij uitstek zo'n staat. Ja, ja. Hè? Die het moet hebben van, ja, inderdaad, economische... Ja, tegelijkertijd hebben wij natuurlijk wel die facilitering van dat individu. We zijn heel anders dan de Verenigde Staten. Wanneer er ongelukken gebeuren, moet dit ook allemaal wel goed geregeld zijn. Moet die goede zorg zijn. Hebben. Moet die, ja. Wij doen beide dingen eigenlijk. Hè? Ja. Ik denk ook wat dat betreft, dat verklaart ook een beetje het huidige, noem het maar gewoon, conservatisme in Nederland. Wij willen houden wat we hebben. Ja. Zo zie ik het een beetje. Ja. En daar is op zichzelf ook niet zo veel mis mee. Als je zegt, we hebben een mooi land. Als je wil houden wat je hebt, dan... Ja, alleen... Er zit ook iets van bescherming in, toch? Er is inderdaad de bescherming. Het verlangen naar beschermd te worden. Ja. Ook in Frankrijk heel belangrijk. Ja. Hè? De laatste drie verkiezingen in Frankrijk... Het belangrijkste woord is altijd protection. Ja, ja. Ja. In Frankrijk. Ja. Als je president wil worden, moet je daarover beginnen. Protection van de Fransen. Hè, bijvoorbeeld ook tegen bepaalde economische bemoeienis van buitenaf. Tegen voor de landbouwsubsidies, noem maar op. Ja, ja. Dus dat is wat ook Franse presidenten, als ze dat niet doen, hangen ze. Ja, ja, daar zit toch iets van het veiligheidsprincipe ook in eigenlijk. Ja. Dan kun je zeggen, is daar iets tegen? Dan zou ik zeggen, nou, totdat... het misgaat. En het is nu mis aan het gaan. Mm-hmm. Wereldwijd. Op allerlei manieren. Het is mis aan het gaan in Gaza. Mm-hmm. Maar die kan je verzekeren. Wat er nu gebeurt. Mm-hmm. En eigenlijk voortdurend aan het gebeuren is. Garandeert. De komende 3-4 generaties. Aan jodenhaat. Ja, zeker. Dan moeten we ons eigenlijk, ik zou bijna zeggen, op voorbereiden. Dat is het succes van Hamas ook, hè? Ja, enorm succes van Hamas. Ja, dat is ook mijn angst hier geweest. En even los van de hele rechtvaardigheidsvraag, van wat betekent überhaupt dit optreden? Ja. Wereldhistorisch gezien. Precies, ja. Dus dat heeft iets ongelooflijk tragisch. Ja, absoluut. Dat het, ja, en ik kan eigenlijk geen ander woord bedenken. Dat Israël op het ogenblik geen andere uitweg ziet of geen andere weg ziet dan dit. Ja. Het heeft ook iets... Bescherming, die doorslaat en een vorm aanneemt die eigenlijk waarin het steeds gevaarlijker wordt. Ja, dus steeds het wordt steeds gevaarlijker. Ja, dus daarom, ik lees nu al teksten ook van mensen die zelf uit de Israël stammen, de suïcide van Israël. Ja. Ja. Er zit iets suïcidaals in deze ongelooflijke drang om de vijand volledig te verpletteren. En het interessante is, het leeft heel breed onder de bevolking. Hè? Dus die ze nu richting de Hezbollah. En, dat is een enorme eenstemmigheid feitelijk op dit moment. Terwijl je vroeger ook nogal als oppositie zag. Ze lijken ze nu toch vrij gelijkgezind. Ja, er is bijna geen oppositie meer. Enkelingen. Ja. Dat is ook contractie. Ja. En dan zie je eigenlijk dat het liberale, ook zelf de mensenrechten, alles verdampt. Ja. Ja. En je gaat als groep ga je manifesteren. Ja. Dus, ik bedoel, hier zie je wel de Smithiaanse vriend-vijand dynamiek. Ja, een extreme variant. Ja. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. Ja, ja. 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 Dus het heeft iets heel digitaals. Ja. Nu, van ook dissidentie of een andere mening is eigenlijk finito. Ja, ja, wij hebben natuurlijk ook wel zoiets gezien op een hele andere manier nog. Toch ook, maar ook wel enigszins bij corona. Hè? Een soort contractie. Hè? Letterlijk ook. Afgrenzingen. Ja. Maar ook wie hoort erbij, wie hoort er niet bij. Hè? Dus het is het wat Schmid op een gegeven moment zegt rond de democratie. Dat eigenlijk de democratie zichzelf in termen van gelijkheid definieert. Ja. Maar altijd een gelijkheid wil, zolang ze substantieel blijft, die ook uitsluiten en waar mensen er niet bij horen. En dat is eigenlijk, dat zie je in Israël nu ook natuurlijk. Hè? Ja. Het is democratisch,
maar wel een Demos idee wat niet meer liberaal is. Nee, totaal niet. Dat is die schaduwzijde. Het is tragisch genoeg eigenlijk dat Israël het voorbeeld bij uitstek is, al een paar jaar hoor, al wat langer. Ik ben ook niet de enige die dat gezegd heeft. Ook iemand als Arno Gunberg zegt dat met zoveel woorden. Israël is het voorbeeld van wat Sjoemiet de Vriend-Vijand betrekkingen noemt. Ja. En de consequenties daarvan. Ja, en het risico daarvan heb ik altijd gevonden, dus dat je ook je eigen eenheid, dus vind ik ook in Schmieds denken, ik heb daar ook problemen mee, omdat ik vind dat het vertrekpunt van die vriend-vijand onderscheidt. Ik vind meer een consequentie. En op het moment dat je dat als vertrekpunt neemt, is het gevaar dat je de eenheid van de vriendschap definieert ten opzichte van de ander die je als vijand eigenlijk gaat zien. Ja. Ja, of zelfs nog erger, dat de homogeniteit die je sticht alleen maar mogelijk is. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dus dat dankzij die gemeente gedeelde vijand. Dat is een negatieve eenheid eigenlijk. Ja, nee, dat is bij Schmidt duidelijk een groot probleem. Ja. In zijn hele theorie is het eigenlijk, soms denk je van, het gaat eigenlijk alleen maar om wat wij noemen ook gewoon burgerschap. Daar houdt toch niet iedereen bij. Nee. Ja, wij hebben in Nederland ook vreemdelingen. En vreemdelingenrechten en vreemdelingenregelingen enzovoorts. Dus dat, die uitsluiting is op zich niks ondemocratisch. Nee. Niet iedereen hoort bij de Nederlandse staat. Of is burger van de Nederlandse staat. Maar als je zegt, daar is alleen maar homogeniteit mogelijk dankzij een vijand. Dan heb je eigenlijk alleen een negatieve conceptie. En dan zit je eigenlijk ook heel snel bij wat Poetin op het ogenblik doet. Of wat het Westen zelf ook doet. Hè? Ja, en nu het Westen dus, ook. Ik denk dat je dat nu gewoon ziet. Want wij doen, als je het hebt over die oorlogseconomie, dan wij definiëren nu de eenheid van Europa ook in oppositie met Rusland. Ja, en zijn blij dat er dan meer eenheid komt. Ja. Dus dat is eigenlijk zo'n vergelijkbare dynamiek. Ja. Dus die contractie is er één waarin we zien dat eigenlijk die liberale beginselen onder druk komen te staan. Om niet te zeggen ze worden ingeleverd. Ja. En dat is dus hier ook met het thema van bescherming, veiligheid, die wordt gecreëerd. Maar die creëert een nieuw gevaar. En dat voelen we natuurlijk ook. Die polarisering ten opzichte van Rusland. Rusland ten opzichte van het Westen. Israël ten opzichte van de Arabische wereld. Ja. Joden, moslims. Want het zet zich hier gewoon door natuurlijk. Ja. Nee, we importeren het hier. Ja. 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 Dus iedereen zal zeggen, joh, Theo de Wit, mooi, jij verhaal met je heimat. Maar laten we daar vooral juist ons van bevrijden van die ellende. Want we zien dat het alleen maar tot conflicten leidt. Ja. Kijk, zo ben ik natuurlijk ook opgevoed. Ja. Want als kind van na de jaren 60. Ben ik opgevoed met de gedachte, niet alleen nooit meer oorlog, nooit meer Auschwitz enzovoorts, nooit meer militarisme. Ja. Ik heb heel lang in Nijmegen gewoond, daar had je elk jaar een vierdaagse. En elk jaar liepen daar dezelfde groep mee, die heette Is het hier oorlog? En dat was gericht tegen de soldaten. De militairen die meeliepen. Ja, precies. Dus eigenlijk was de gedachte, wij willen helemaal geen teken meer zien van militaire macht. No more war. Ja, no more war. Dus ook geen soldaten, want dat riekt naar oorlog. Ja, ik moet dan ook nog denken, zelfs van de jaren 90, toen wij die uitzendingen hadden, weet je nog? De automatische wapens op die panzerwagens te agressief vonden. Ja. Ik kan het nog herinneren. Ja. Dat hebben ze toen kleiner gemaakt. Want wij gingen met onze VN, met onze blauwhelmen, gingen we op een. Maar die tijd is voorbij. Ja. We moeten nu een oorlogseconomie. Ja, ik lees onlangs een heel interessante bijdrage, ik geloof in The Guardian, van een Oekraïense filosoof. Mm-hmm. Jermolenko heet hij. Ik heb de naam nog onthouden. Mm-hmm. Hij is intussen ook iets van hem in het Nederlands vertaald. Die eigenlijk zo redeneert. Jullie, Europeanen, denken dat als jullie vrede willen, dat het dan vrede wordt.
Dus ja. Onze intenties zijn goed, onze intenties zijn vreedzaam. Dat was ook, zo zijn we naar de Balkan getrokken. Hè? Ja. Ook. Ja. Dat is de ondergang van Srebrenica geweest. En ook naar Afghanistan. Ja. Ja. Wij gingen daar bijna een soort, laat ik maar zeggen, welzijnswerk doen. Ja, zo werd het althans verkocht. Ja, want oorlog is primitief, dus we gaan ze dus uitleggen. We geven het goede voorbeeld. Het is onbeschaafd. Ja. Nou, Jermolenko, een man die leeft in een staat in oorlog. Mm-hmm. Hè, en in loopgraven, al die bijna ouderwetse dingen. Die schrijft van, kijk, jullie willen geen oorlog, fantastisch. Maar wat als de oorlog naar jullie komt? Dus wat als, als... Kijk, en dat is ook een heel centraal idee bij mensen zoals Schmidt. Ja, natuurlijk. Vredesbedoelingen zijn niet genoeg. Ja, ja. Hè? Dus vreedzame bedoelingen is maar één ding. Ja. Want soms word je uitgekozen als vijand. Ja. Dat hadden wij natuurlijk bij Poetin ook niet gedacht. En met name Merkel, die we 16 jaar gehad hebben in Duitsland als kanselier. En iedereen was eigenlijk hartstikke trots op haar. Was gewoon een stabiele figuur. En intussen ging ze gewoon door met haar handel door wandel. Ja, ik kijk anders naar het conflict dan jij. Ja. Want ik denk dat het Westen ook hier heel grondig zelf onderzoek moet doen. Een beetje net wat John Mersheimer ook heeft gezegd. Hè? Dat het te simpel is, want anders is het weer, het is Poetin. Volgens mij is dat een simplificatie van het conflict. Ja. Maar misschien moeten we het daar, dat is een aparte discussie. Maar laten we vooral. Ja. Ik begrijp je lijn. Het gaat om de naïviteit waarmee wij uiteindelijk naar zoiets als oorlog kijken. Ja, intussen. Hè? Ja. Dus eigenlijk natuurlijk ook wel naar veel trauma's. Ja, maar nu slaan we om. Want nu zeggen we de bunker in. Nu is het langzaam aan het veranderen. Zo zou ik het uitdrukken. Ja. Want ik denk dat ook nogmaals de verkiezingsuitslag wijst er niet op dat wij nu... Dat we nu aan de wapens willen. Nee, want nu gaat het voortdurend over de ambivalentie van Wilders op dit punt enzovoort. Dat is eigenlijk nu de discussie. Ja. Maar misschien even terug naar die hele idee van heimat. Hè? Ja. Ik ben eigenlijk ook opgevoed met de gedachte heimat is eigenlijk dubieus. Ja. Want dat heimat is was... Dat is bloed om bodem. Ja, eigenlijk wel. Dat is bodem en bloed. Ja. Dat is dus dat is een soort strijdparool geworden. Ja. He, wij kennen allemaal nog uit de Tweede Wereldoorlog die hele leuze over Heim ins Reich. Ja. He, het verzamelen van Duitsers in andere gebieden dan Duitsland zelf. Als een soort legitiem doel. Ja. En dus veroveringen die daarbij en annexaties die daarbij horen. Ja. Dus daar dat hele Heim. We hebben natuurlijk ook in Nederland dat woord heem. Hoogheemraadschap is eigenlijk ook nog daarmee te maken. Heimwee. Heimwee natuurlijk. Dat is... Heimwee heb je echt naar je heim, naar je huis. Naar je heim, ja. Dus dat begrip heeft nogal een geschiedenis. Ja. En de nazi-annexatie van dat begrip heimat heeft het begrip zeker voor een decennia lang taboe gemaakt. Ja. He, nu is dat duidelijk aan het veranderen, ook in Duitsland trouwens. Ja. Ik las al een keer, een paar jaar geleden al hoor, dat de minister-president van Beieren had een tekst geschreven, of laten maken, was een tekstschrijver, precies over het woord heimat. Van het heimat als het recht van de Duitsers om in hun eigen omgeving hun eigen gewoontes te handhaven enzovoort. Ja, nou ja, ik denk dat het ook bij ons hebben. Wij houden natuurlijk Oost-West thuis best. Hè? Het idee home, van... Ja, Engelsen hebben dat ook. Absoluut. Hè? Dus het is toch het... je kan het huis ook verbinden natuurlijk inderdaad. Oikos, het eigene. Het is dat waar je inderdaad... waarmee je verbonden bent. En het oppositie is zoiets als vervreemding. Hè? Of ontheemding. Ja. Vervreemding. Mensen die inderdaad niet meer in hun eigen buurt zich thuis voelen. Ja. 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 Balling in eigen land. Weet je wel? Want ballingschap is een beetje het tegenbegrip van heimat. Ja. Ja. Ik voel mij tegenwoordig balling. Of ik voel me vreemd in mijn eigen omgeving. Of in mijn eigen... Nou. Ja. En dat kan ook op je werk zijn, hè? Binnen instituties kan het ook. Hè? Dus je,
Ook hier heeft hij het uitvoerig over heimaat. Maar dan vooral, en daar begint hij mee en eindigt hij mee, het heimaatgevoel van de zogeheten Ossies. Die over... Ja, dat is belangrijk. Ostalgie wordt genoemd. Ja. Hoe komt het nou dat zoveel Ossies heimwee hebben eigenlijk naar die beschermde, maar ook verstikkende van de DDR. DDR-staat? Ja. Daar gaat dit boekje onder andere over. Die is al van 20 jaar geleden. En dit boekje is ook niet polemisch. Hè? Het is interessant. Het is eerder... Hij beschrijft eerder, wat is dat eigenlijk voor een gevoel, voor een gemis? Ja, maar ik denk dat natuurlijk ook psychologisch bezien, dat merk je natuurlijk ook in de laatste jaren, zowel rond de hele discussies rond de borderline stoornissen, maar ook de hechtingsproblematiek, dat zoiets als een stabiel huis... Ja. Dat cruciaal is voor eigenlijk de menselijke ontwikkeling. Ja. Ook voor zijn zelfontplooiing. En dus de veiligheid die meekomt met een stabiel huis. Inmiddels zie je dat die hechtingsthematiek, dat die veel breder ook wordt ingezet. En dat is ook een beetje, komt overeen met wat ik zelf... op een bepaalde manier in mijn filosofische pad eigenlijk ook heb geprobeerd uit te werken. Dat het niet alleen maar gaat om ouders en kinderen, maar ook om scholen bijvoorbeeld. In een nieuwe relatie die je aangaat. Dus je kunt ook een soort getraumatiseerd worden door verstoorde liefdesgeschiedenissen. Maar ook op je werk. Dus dat huis en die problematiek van veiligheid... dit raakt eigenlijk helemaal aan wat Hegel met zijn anerkennung probeert. Hè? Ja. Dus met de erkenning waarin jij een plek hebt in de wereld. Dat huis, dat dient zich aan op heel veel terreinen. En uiteindelijk ook je eigen land. Ja. Ja, voor mij is eigenlijk eigen nadenken over heimat is begonnen met deze auteur. Jean Améry. Ja. Ja. Is een van de weinige auteurs van wie ik het hele verzameld werk heb. Mm-hmm. Améry is een Auschwitz-overlevende. Mm-hmm. Heeft pas 30 jaar later over die ervaringen in concentratiekampen geschreven. Zo, ja. Maar hij heeft ook een uitspraak gedaan en een tekst geschreven... over hoeveel heimat heeft een mens nodig. Dat is een van zijn thema's, gek genoeg. Want ook bij hem zou je in eerste instantie zeggen... hij heeft de verschrikkingen... Ja. Wat in naam van de heimat is gebeurd, zelf meegemaakt, aan de lijve, toch houdt hij vast aan dat begrip. Ja. En hij probeert zoiets als een, ik noem het... Maar het is een joodsdenker dus. Ja, het is een joodsdenker. Maar natuurlijk fascinerend, omdat dat ballingschap natuurlijk vanaf de verwoesting van de tempel, dat is het 72 na Christus of iets, dat natuurlijk echt de rode lijn is van het joodse volk. Hè? Dus, ja. Sterker nog, het is zelfs zo fundamenteel dat een aanzienlijk deel van de Joden ook eigenlijk een terugkeer naar zoiets als een eigen land afwijst. Ja. Hè? Ja. Dus het thema van ballingschap is bijna met de Joden een identiteitservaring. Zeker. Maar ja, goed. Dat is fascinerend. Hij was Oostenrijker, overigens geen Duitser, maar Oostenrijker. Nou, hij heeft dus moeten vluchten. Ja. Op een gegeven moment is hij toch opgepakt. Nou, en daar heeft hij dus pas echt ervaren wat het betekent om je heimat te verliezen. Dat beschrijft hij in een van zijn boeken. Mm. He, met name dat, je zou kunnen zeggen, hij probeert een soort niet-sentimenteel idee van heimat te ontwikkelen. Geen clichés, geen romantische gedoe. Maar eerder zoiets van, heimat is allereerst... je taal. Ja. Dat er iemand terugpraat in jouw taal. Ja, thuis zijn in je taal. Dit is zo fundamenteel is dat. Ja. Echt heel fundamenteel. Ja. Het is ook opgroeien in een bepaalde context, omgeving, landschap niet te vergeten. Ja. Weersgesteldheid. Zulke dingen, die zijn bijna te eenvoudig om over te praten. Toch zijn ze ontzettend fundamenteel. Ja. Nee, maar dat beschrijft hij. Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik me zo tegen die verengelsing heb gekeerd. Omdat het bijna... Het is een soort ontheemding die plaatsvindt. Hè? Zonder dat we daar überhaupt met elkaar over spreken. Hè? Het wordt gezien als een soort evidentie. Ja.
dat dat gebeurt. Ja, terwijl je denkt van kijk eens naar de Anglo-Saxische wereld. Is dit nou het perspectief dat je... Ja, wij moeten omhelzen. Dat we moeten omhelzen. Ja. Maar goed, dat is een, maar voor mij heel herkenbaar. En ik moet altijd denken aan een aantal jaren geleden moest ik toevallig... Ja, dat is dan misschien wel 20 jaar geleden. Moest ik een keer met de gemeente Terneuzen bellen in verband met een geboortebewijs, geloof ik. Ja. En ik kreeg zo'n secretaresse aan de lijn, weet je wel. Ik heb aan het gemeentehuis. En in zo'n onvervalst Terneuzes dialect. En het gekke was, ik voelde meteen alsof ik in een warm bad kwam. Ja. Zo vertrouwd, weet je wel. En dat is dus heimaatgevoel. Ja. Ja, hij schrijft precies ook over zo'n scène. Ja. Dan schrijft hij dat hij ergens in België zit ondergedoken en in de verzetsgroep zit. Ja. Dan verstoort hij de rust van een SS'er. Mm-hmm. En die komt woedend bij hem aan de deur bonzen. Maar dat doet hij dus in het dialect van zijn eigen taal. Ah, yeah. Dus dan moet Jean-Marie zich bizar, inhouden om bizar. In dat dialect terug te praten. Want hij weet dus... ontzettend gevaarlijk om nu in mijn dialect tegen die man te beginnen. Want ik word direct enzovoorts. Ja. Dus, maar ook hij legt het dus bij de taal. Ja, mooi ja. En het verlies van heimaat allereerst als een verlies van een vanzelfsprekende in feite dialect. Ja, ja. He, dus en ook hoe pijnlijk dat is dat je je niet meer in je eigen taal kunt uitdrukken. Dat het zelfs gevaarlijk is om dat te doen. Ja. Want dat was zijn ervaring in België. Ja. Ja. Dus daar heeft mij voor het eerst ook het idee gegeven van... kijk, heimat is niet alleen een conservatieve ding. Of iets achterlijks. Nee. Of reactionairs. Of wat dan ook. Het is ook die worsteling met Paul Celan, hè? Over het een Duits. Hè? Ja, ja. Ook dat is een mooi voorbeeld. Dat je natuurlijk als Jood die zo in die Duitse taal, met die Duitse taal vergroeid is. Dat je de taal spreekt van jou van jouw moordenaar eigenlijk. Ja, precies. Ja. De taal, ja. Dat is bij hem natuurlijk echt ook een heel belangrijk thema. Ja. Nou, en toen kwam het later, veel later, dit boekje, misschien moet ik dat ook even laten zien. Oksana Timofeva, Heimat. Mm-hmm. Nou, dit is ook een geweldig spannend boekje. Hè? Dat verscheen net voor de inval in Oekraïne. Mm-hmm. In het Russisch. Toen kwam die inval, nu 2 jaar geleden. Toen heeft zij het boekje toch in het Duits laten uitbrengen. Uh-huh. En dat is nu wat ik toen gelezen heb. Okay. Maar met een soort nawoord of een interview met haar. Uh-huh. Hoe kijkt ze daar in het licht van de recente gebeurtenissen nu naar het boekje? Ja. En ook daar is in zekere zin dezelfde tendens als bij Anne-Marie. Haar ervaring is, ik laat mij mijn heimatservaringen die ze hier beschrijft. Uh-huh. Het is eigenlijk een soort... een liefdeslied, het boek. Oh, okay. Over haar, waar ze is opgegroeid. In verschillende streken van de Sovjet-Unie. Toen het nog Sovjet-Unie was. Ja. Ja. Nou, dat beschrijft ze even. Ik laat me mijn heimat niet afnemen door het Russische militaristische nationalisme van vandaag. Mm-hmm. Daar gaat het boekje eigenlijk over. Hè, dus ook zij verdedigt heimat zelfs als een kritische kracht tegen het huidige nationalisme van Rusland. Ja, nou zie je dat nationalisme in Oekraïne minstens zozeer. Hè? Dus dat is die contractie waar jij het over hebt. Hè? Dus een, ja, maar dat is wel een verschil. Hè? Kijk, het Oekraïnse volk wordt vandaag de dag geboren in de strijd tegen Rusland. Dat is denk ik wat er gebeurt, ja. Dus wat wij ten aanzien van de Spanjaarden hebben meegemaakt. Ja. Maar het probleem is wel, Oekraïne is een multi-etnische staat. Ik zou dat niet onderschatten. We moeten het daar op een ander moment over hebben. Ja. Ook bij de Krim ook, zie je dat naar aanleiding van de Maidan-protesten, is het door Facebook eigenlijk meteen... mede door Facebook, ook in de Krim zelf protest gekomen tegen die Maidan-revolutie. Ja. Maar laten we daar... want anders dan raken we het thema kwijt. Maar ik denk dat het een heel complex conflict is, waar ik in ieder geval geen simpel antwoord heb. Nee. Nogmaals, ook niet...
Zoals ik dat op een bepaalde manier bij Israël ook niet heb. Alleen maar wel zie dat bepaald handelen escalatie kan verergeren. Ja, ja, wat we nu eigenlijk zien. Wat we nu zien. Ja. Ja, dus je benadrukt dus die enerzijds dus de, toch het belang, hè, en daar hebben we het net over gehad, van zoiets als een thuis. Ja. En daarmee een binding. Dat ook politieke sentimenten die nu losbarsten iets daarmee te maken hebben. In heel Europa zien we het eigenlijk. Ja. Dus niet alleen Oekraïne en Rusland, maar ook in Frankrijk, ook in Nederland. Ja. En tegelijkertijd... Ook Duitsland. Ook Duitsland, nee, zeker Duitsland ook. Hè? Met name ook de Ossies, hè? Oost-Duitsland zie je het ook. Ja. En tegelijkertijd de noodzaak toch van het temperen daarvan. Hè? Want het kan dus helemaal doorslaan. Ja. Dus je erkent, het is belangrijk. Hè? Want zonder raakt de mens ontheemd. Ja. Zou je bij Hegel ook zeggen, zijn allerlei erkenningsvormen die heel vanzelfsprekend zijn, vallen weg. Plotseling kom je in een buurt en ja... Ben je een vreemde geworden? Ja, een vreemde, ja. Kennen ze je niet meer, hè? Dus om het zo maar te noemen. Ja. En dan hou je misschien nog het liberale beginsel over... van nou ja, we laten je met rust. Negatieve vrijheid. We gaan je niet in elkaar slaan. Ja. Maar dat betekent nog niet dat je jezelf thuis voelt ergens. Hè? Dat is de... Nee, want negatieve vrijheid heeft ook weer zijn eigen grenzen. Als je terugtrekt op jezelf in een soort extreem individualisme, dan zijn je buren ook vreemd voor je. Absoluut, maar dat zien we natuurlijk ook gebeuren. Hè? En het wantrouwen is dan ook al snel daar. Ja, het gevoel van onveiligheid. Dus daarom dat ik ook in die lezing waar je in het begin over had, uiteindelijk zeg van een antwoord is ook het versterken van de civiele samenleving. Ja. Onder andere ook door middel van je bemoeien. Met je sociale omgeving, vrijwilligerswerk en dat soort dingen. Ja, ja, want dat is denk ik nog een spoor van wat moeten we hier nu mee? Hè? Ja. Dus jij hebt je houdt een soort pleidooi, ook in die teksten, van ik zou bijna zeggen van een cosmopolitisch provincialisme. Ja, ja. Het doet me ook een beetje denken aan dat bekende credo... Think global, act local of zo. Ja, dat vind ik iets te makkelijk, hè? Want het klinkt lekker. Ja. Maar doe daarom, het maar eens. Daarom. Dus wat houdt dat in? Provincialisme, dat cosmopolitisch provincialisme. Nou, ik zou zeggen dat een echt engagement met de wereld begint lokaal. Maar dat is act local. En klein. Ja. 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 Begint inderdaad de zorg voor je eigen familie of je vrienden enzovoort. Ja. Dus daar begint het. Als dat al een probleem is. Ja. Jij hebt net op gewezen dat daar ook van alles fout kan zijn en gaat. Ik zou zeggen, ik zie het zo dat als jij die zorg en liefde hebt voor het eigene en voor het nabije. Ja, de filoi. Dat begint bij de filoi. De vrienden. Ja. Ja. Dan en dat is een kun ander, je ook je inleven dat een ander, ook een vreemde ander, datzelfde heeft. Ja. En dus, dan dat is al het verschil tussen patriotisme en nationalisme. Want nationalisme, dan zeg je nee tegen de vreemde ander, van mij te vaan. Ik denk zelf, mensen die dat doen, ik zou bijna zeggen, die zitten zelf niet goed in hun vel. Want dan moet je inderdaad je identiteit ontlenen aan de slechtheid van de ander. Ja, precies. En wat natuurlijk ook speelde bijvoorbeeld bij de overwinning van Trump. Waarom overwon Trump? Omdat Hillary Clinton zo gehaat was. Ja. Een van de antwoorden is dat. Ja. Iedereen moest niks van die mevrouw hebben. En bijna omgekeerd. Hè? Waarom won Biden omdat Trump zo gehaat was? Ja. Dus het is een soort dynamiek. Ja. Die je een aan hele beide rare, ziet. Een negatieve dynamiek. Ja. Ja. Dus ik pleit eerder voor een positieve dynamiek. Mm-hmm. Dat is wie ervaring kent van je thuis voelen. Allereerst bij
natuurlijk jezelf, maar ook bij je familie of je vrienden. Mm-hmm. Die wil dat als het ware een ander ook gunnen. Ja, daar komt een soort element van generositeit of van iets gunnen. Ja. Dus met andere woorden, dan is patriotisme niet exclusief, maar eerder een genereus. Ja, maar toch om het concreet te maken. Als dat nou betekent dat er het aantal migranten dusdanig wordt. Dat die kroeg waar jij altijd met je vrienden kwam, dat die eigenlijk niet meer kan blijven zoals die is. Dat jij eigenlijk de vreemdeling begint te worden in die buurt. Ja. Dus je komt toch voor het vraagstuk ook van begrenzing en opnieuw. Ja. Ja, kijk, daar ben ik redelijk pragmatisch. Ik denk, mm-hmm. wij kunnen als Nederland inderdaad een aantal mensen, vluchtelingen enzovoort, migranten opvangen. Ja. Ik denk ook, wij moeten, zoals die commissie van Zwolle eigenlijk heeft voorgesteld, wij moeten stoppen met allerlei verdienmodellen, waardoor wij grote hoeveelheden mensen in barakken laten werken voor ons. Overigens moeten we echt wel dat onderscheid maken tussen de vluchteling en de migrant. Hè? Ja. Want de grote, daar ben ik ook voor. Ja. De grote bevolkingsaanwas is natuurlijk door migranten gekomen. Veel mindere mate door vluchtelingen. Ja, maar ook in dat geval is het ook voor niet onbelangrijk deel economisch gemotiveerd. Absoluut. De werkgevers staan erbij te juichen ook. Daarom zie je dat Caroline van der Plas daar heel ambivalent in is. Want die mensen die in die kassen werken tegen lage lonen. Ja. Dat zijn onze verdienmodellen. Dat is ons verdienmodel. Dus de werkgevers hebben het altijd gezegd opengooien. Ja. Want die hebben economische afwegingen. Ja. Ja. En die zijn gewend om externaliteiten af te wentelen op anderen. Ja. Nee, even cynisch gezegd, hè? Ja, maar daarvan zou ik zeggen, de eerste stap in het debat is dat je daar eens openlijk over denkt. Ja. En dat niet allemaal achter geleuter verplaatst. Maar is dat ook niet de reden dat zo'n PVV nu massaal de winst behaalt? Omdat een heel groot deel van het publiek het idee heeft van VVD praat al 20 jaar over beperking van migratie, maar als het puntje bepaaltje komt, dan hangen ze toch gewoon de loper uit voor het grootbedrijf. Ja. Ja, maar ik denk, kijk, Wilders. En wordt het gewoon opengegooid. Wilders is openlijk xenofoob. Ja. Maar die zal. Nou ja, hij is getrouwd met een. Ja, dat weet ik. Hè, daar hoor je het nooit over. Nee, maar volgens mij is die niet zo xenofoob in dat opzicht. Nee, oké, niet in persoonlijk. Maar dat is een verschil, hè? Dat is een verschil. Ja. Dus, ja, maar kijk, als puntje bij het paadje komt, wij hebben niet voor niks de laatste 3, 4, 6 weken voortdurend over de ijskast van Wilders. Ja. Hij is de ene na het andere standpunt aan het inleveren. Ja, omdat hij gewoon wil regeren. Natuurlijk. De laatste wat hij aan het inleveren is, dat is gewoon zijn Oekraïne standpunt. Ja, ja. Dan kun je zeggen, daar zit toch iets ontzettend nihilistisch aan die man. Hè? Dus precies het omgekeerde. Nou ja, je kan ook zeggen, dat is maar net hoe je het interpreteert, Theo. Je kan natuurlijk even goed zeggen van, hij is toch wel bereid om in plaats van alleen maar te schreeuwen aan de zijkant, ook afstand te doen van een deel van zijn idealen. Ja, omdat hij toch nu. Dat is niet geloofwaardig gehad. Nee? Helemaal niet. Nee, je kan niet eerst een soort van ijzeren logica hanteren van dit wel en dat niet. Vriend, vijand. Ja. En daarna dan zeggen, nee, maar heb je hier ook een ijskast, gaat het allemaal in. Ja. Nee, dit is voor mij totaal niet geloofwaardig. Nee, ik zeg ook niet dat het nul. Maar misschien nog één ander aspect, als we daar nog tijd voor hebben. Ja, één ander over aspect. Over heimat, hè? Ja. Want, kijk, ik heb het ook genoemd, ook in die lezing. Heimat is ook iets van de tijd. Dus heimat is niet alleen iets van een plek waar je opgroeit of waar je vergroeit met taal. Ja, dat is belangrijk. Het heeft ook die historische dimensie. Het heeft een historische dimensie in de zin van, je wil het gevoel hebben dat de tijd aan jouw kant staat. Ja. Hè, vandaar die uitdrukking die ze ook in Amerika regelmatig gebruiken. Vooral de liberalen. Ja. De liberals, of de democraten, zeg maar. Ja. Aan de goede kant van de geschiedenis staan.
Obama en mensen als Clinton hadden daar voortdurend over. Ja. Wij staan aan de goede kant van de geschiedenis en anderen onze vijand natuurlijk niet. Dus het gevoel, het verlangen om, en maak het ook heel klein, je wil dat je kinderen het beter krijgen dan jij. Of minstens niet slechter. Ja. En dat gevoel, ja. Nou, dat kun je zeggen, dat is thuis zijn in de tijd. Absoluut. Ja, dat is, en als je dat niet meer hebt. Maar dat is voor een deel ook traditie dus. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, dat is traditie. Wat geef je door? Ja, doorgeven. Ja. Een bepaalde toekomst doorgeven aan volgende generaties. Denken ook in Nederland een onderbelicht thema. Ja, maar dat zit ook op het niveau van bepaalde instituties doorgeven. Bepaalde gewoonten doorgeven. Ja. Van dat je iets, dat je dat herkent in je kinderen of in kleinkinderen. Ja. Dat er een vorm van continuïteit is. Ook dat speelt natuurlijk bij de boerenprotesten ook een rol. Absoluut. Daar gaat absoluut. Het zelden over, maar dat speelt. Die Zwarte Piet discussie die heeft daar ook mee te maken natuurlijk. Ja. Van ik wil nog Sinterklaas vieren zoals mijn ouders dat deden. Ja. Als je nu mensen vraagt, er zijn ook veel onderzoeken naar hoor, van het vooruitgangsdenken, waar we toch behoorlijk mee zijn opgegroeid, vooral na de Tweede Wereldoorlog, is behoorlijk gekelderd of verkruimeld. Absoluut. Dat stond natuurlijk in de krant, hè? Maar de 20 en 30ers van nu hebben het slechter dan hun ouders. Ja. En die zien ook niet zomaar dat ze het beter krijgen. Ja. Dat kan overigens ook over allerlei conclusies uittrekken. Ja. Ik zie soms ook bij jongeren, ik heb natuurlijk zelf twee kinderen, die hebben soms ook een houding van nu of nooit. Ja. Dus ik ga nu op vakantie, want nu kan het nog. Ja. Soms een houding. Ja. Après nous le déluge. Ja. Ja. Heeft iemand als Sloterdijk het over. Oh ja, daar moesten we het nog over hebben. Daar hebben we geen tijd meer voor. Welke is dat? Nou, kijk, dat wat gebeurde in de 20e eeuw? Ja, ja misschien moet daar. Ja, we gaan daarmee afsluiten, Kees. Want wij gaan samen een week op pad naar Frankrijk. Ja. Vertel even, waar zitten we? Een soort retraite. Ja. We zitten in de buurt, in de Noord-Frankrijk. Het is niet zo heel ver. Het is ongeveer 4 uur met de auto. Ja. In de buurt van het plaatsje Soissons. Ja. Daar is een soort, ze noemen het kasteel, maar het is eigenlijk eerder een groot herenhuis. Waar we cursus geven in eind mei. Ja. Over de vraag, wat gebeurde laatste week van mei, hè? Ja, laatste week van mei. Ja, en het is qua kosten valt het ook erg mee, hè? Het is niet duur. Ik weet niet precies, maar het is echt niet duur. Ja, je hebt mij gevraagd. Leek mij leuk om mee te doen. Dus we gaan verschillende. Het is ook toegankelijk, of zeker toegankelijk, voor mensen die geen filosofische achtergrond hebben. Ja, zonder meer. Maar dit is de vraag die Peter Sloterdijk stelde. Hij geeft ook zelf een bepaald antwoord. Ja. Maar we geven nog 4 andere antwoorden ook. Ja, hang maar even daar, want de camera ziet het niet. Ja, dus oké. Okay, ja, precies. Dus wat gebeurde in de 20e eeuw? Ja. Hannah Arendt komt aan de orde, maar bijvoorbeeld ook John Rawls. Ja. Komt aan de orde. Wat Hegel en Aristoteles nog behandelen. Ja. Ja. Dus we hebben, maar ook in het echt 20e eeuwse denkers. Ja. Ja. Dus en dan ook, het moet actueel gemaakt kunnen worden. Het gaat niet alleen om een terugblik op de 20e eeuw. Ja. Maar het gaat om met welke erfenissen zitten wij vandaag nog. Ja. Ja. We zijn in de 20e eeuw begonnen of geantameerd. Ja. Ik ga ook maar iets over, ik ga iets over mezelf vertellen. Hè? Dus, hij heeft ook een eigen diagnose. Ja. Dat komt allemaal aan de orde. Ja, nee, leuk. Dus als mensen daar interesse. We hebben nog maar een paar plekken hoor. Ik denk misschien. Nee, maar als mensen interesse hebben, stuur een mail even naar de redactie. Dan komt die vanzelf. Redactie van de Nieuwe Wereld. Van de Nieuwe Wereld. Dan komt die vanzelf terecht. Hieronder zullen we ook nog wel even wat informatie over de data en de kosten enzovoort. Zetten we hier onder het programma. Dus Theo, we zijn nog lang niet uitgepraat. We hebben toch wel het een en ander behandeld. Dus waarvoor dank. En wij zetten dat gesprek voort. Ook in andere contexten. En misschien zelfs ook wel gedurende die week. Dat zal ongetwijfeld het nodige voorbij komen. Dus ik wil iedereen nog oproepen. Abonneer je op ons kanaal. En er wordt te weinig gezegd eigenlijk.
En we zijn natuurlijk super blij met dat we al meer dan 1900 mensen hebben die ons ondersteunen via Petje Af. Hartelijk, hartelijk dank daarvoor. En ja, wat moest ik nou nog meer zeggen? Nee, volgens mij was dit het wel. Dus dank, Theo. Dank voor het gesprek ook. Graag gedaan. Ja. Ja, ik moet jou bedanken. Hè.